De Europese Commissie wil zwaardere sancties tegen Rusland. Nog meer Russische diplomaten worden weggestuurd. En bij de VN-veiligheidsraad vallen harde woorden. En de internationale gemeenschap reageert op de gruwelijke beelden van afgelopen weekend uit Oekraïne. Daarop is te zien hoe tientallen dode mensen op straat liggen in het plaatsje Butsja. En onze correspondent Jeroen Akkermans was vandaag in Butsja. Hij ging mee met het Oekraïnse leger. Hij zag met eigen ogen de gevolgen van de oorlog in het stadje, dat inmiddels ongevraagd bekend is over de hele wereld. Een waarschuwing vooraf. De beelden zijn opnieuw schokkend. Butsja, toneel van een ongenadige veldslag en gruweldaden. Russische troepen zouden op straat burgers hebben doodgeschoten en in brand gestoken. De Oekraïners hebben een persreis voor zo'n 100 journalisten georganiseerd om de verschrikkingen van Butsja aan de hele wereld te tonen. Вони були, скоріш всього, розстріляні. І після цього їх намагалися спалити. Тут тіла двох чоловіків, чотирьох жінок. De misdaden zouden in verband kunnen staan met de zware verliezen die de Russische troepen eerder in de stad hebben geleden. Hier kwam de opmars tot stilstand. Het lijkt erop dat de kolonne Russische voertuigen en tanks juist hier in een hinderlaag is gelokt. De straat is nauw. En dat gaf de Oekraïners de kans om de voertuigen die hier kwamen aanrijden in de pan te hakken. Er zijn buurtbewoners die het bloedbad in de kelder hebben meegemaakt. Onvoorstelbaar. De man is er nog steeds overstuur van. In het podwal ben ik gewoon. Je schoof daar op het podwal, conservatie. Waarom was je daar op het podwal? We dachten gewoon dat we het ook. Alleen een recentje, 2 uur, ze schoof ze automatisch. En het kwijt, zit hier. En slaap was er naast niet opbouw. Toch weten de Russische soldaten de stad alsnog te veroveren. 3 weken lang hebben ze Butsja in handen. In die periode hebben ze er huis gehouden. We stonden ze 3 kinderen sirot. En toen is ze prisli en grabbelen gehad. Ви били автоматами двері і ще грабили хату. Ось здесь вчора мужчина лежав. Його забрали труп вчора. Так? Ось там мужчина лежав, теж забрали його, теж молодий мужчина, 28 років убили теж. Uiteindelijk kregen de Russen het bevel van Moskou zich helemaal uit de regio Kiev weer terug te trekken. De Oekraïners willen nu alles tot op de bodem uitgezocht hebben. Voor de bewoners is vandaag iets te eten het enige dat telt. Eindelijk. En we gaan naar onze correspondent Jeroen Akkermans inmiddels terug in Kiev. Jeroen, hoe was het om daar in Butsja te zijn? Ja, het was weer een zware dag. Je wordt toch geconfronteerd met onvoorstelbaar woest geweld. En daarnaast natuurlijk ook heel veel persoonlijk leed. Nee, zo'n dag gaat me niet in de koude kleren zitten. Maar Maaike, we vinden met z'n allen toch dat dit soort verhalen ook verteld moeten worden. Jeroen, je was mee met het Oekraïense leger. Hè? Waarom neemt het Oekraïense leger journalisten mee? Ja, het waren er wel heel veel vandaag, zo'n 100. En daar word je toch altijd een beetje ongemakkelijk van. Aan de andere kant moet ik wel zeggen, ik heb daar met mensen kunnen praten. En ik had niet de indruk dat ze werden gesouffleerd door Oekraïense soldaten om datgene te zeggen wat ze mij verteld hebben. Het kwam allemaal echt authentiek over. Ja, er is de Oekraïners alles aan gelegen om druk te zetten op de internationale wereld om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. We weten nu al dat de Russen ontkennen wat er in Butsja is gebeurd. Zij wijzen alle verantwoording van ze af. Dat zijn we natuurlijk ook wel gewend, al die ontkenningen van misdaden. Dat doen ze nu weer. Ze zeggen zelfs, wat we vandaag hebben meegemaakt, wat ik heb gezien, ja, dat zijn eigenlijk acteurs die aan het werk zijn geweest. Oké, Jeroen, dankjewel.